allemaal en welkom bij deze nieuwe shoplog. En het is echt een hele grote tas. En nee, het is niet alleen maar Primark, maar wel een aantal dingetjes. Ik ben namelijk gisteren met mijn moeder naar Amsterdam geweest. We hebben gewoon lekker even geshopt. Wat zomerkleren, wat make-up dingetjes die op waren die ik even moest inslaan. En kijk lekker mee wat ik gekocht heb. Mocht je eens afvragen, ik heb een off-shoulder shirtje aan. Dus mocht je niet zoveel van mijn shirtje zien, hij is off-shoulder. Maar hij is wel heel leuk. Hij is van Lovies trouwens. Heb ik al eens een keer in andere shoplog volgens mij laten zien. Nou, ik heb hier een heleboel in zitten. Ik ga maar gewoon eerst even beginnen met de kleine tasjes die ik hier heb liggen. Ik begin wel even met een heel basic iets. Topshop. Ik heb laatst een aantal shortjes besteld bij Topshop op internet. En de eerste bestelling was een beetje te klein. Zoals jullie weten, ik ben best wel lang. Dus heel veel issues met broeken vaak. Ik heb mijn favoriete broeken ontdekt bij Topshop. Dus ik dacht, laat ik ook eens een keer voor de shorts gaan. Dus die moesten we eigenlijk eventjes terugbrengen. Al een nieuwe bestelling gedaan. Iets groter. En ik heb gelijk even een nieuwe zwarte broek gekocht. Ja, helemaal niet boeiend. Ik vind dit hele fijne broeken om onder andere in te werken. Ze zijn gewoon heel erg mooi. Op zich wel goede kwaliteit. Deze is 60 euro. Dit is de Yoni Super High Waist Skinny. En ik heb een lengtemaat 36. En die hebben ze bij de Topshop. Dus dit is wel van de Tol collectie. Dus voor degene die allemaal net zo lang zijn, lange benen hebben, altijd te korte broeken hebben, ga eens naar de Topshop. Want het is echt heel fijn en op zich niet heel duur. Dus dan ga ik even mijn grootste geheim gedeeld. De broeken die ik draag zijn van de Topshop. Love Topshop. Ik vind ook de andere kleding wel leuk, maar het is vaak allemaal wel prijzig. En dan vind ik de H&M op de Primark zo ook gewoon prima. Dan ben ik ook nog even bij NYX geweest, omdat ik niet echt heel erg iets nieuws wilde proberen. Maar toevallig had ik deze concealer een tijdje geleden gekocht. Ik ga hem er even bij pakken. Deze concealer heb ik gekocht volgens mij met de opening, als ik me niet vergis. Die zag ik toen op de site van NYX. En toen dacht ik van, ah, dat lijkt me wel fijn. Gotcha Covered Concealer. Waterproof. Ik denk, nou, dat lijkt me wel flink goede dekkende concealer. Wist helemaal niet wat ik kon verwachten. Nou, ik denk dat dit wel genoeg zegt in verhouding met, is hij nog dicht? Nou, met een nieuw doosje. Hij is dus zo goed als bijna leeg. Ik moet serieus gewoon echt vanaf de onderkant knijpen. Heb echt gewoon helemaal zo zitten knijpen om er nog wat uit te krijgen. En hier zit nog een heel klein restantje. En deze is toevallig nu ook bij Douglas online te koop, maar niet in deze kleur. Dus ik dacht, shit, ik moet die echt hebben. En ik wilde gewoon niet dat die opging. Want het is een hele fijne full coverage concealer voor plekjes en dingetjes. En daar vind ik hem heel fijn voor. En ik heb hem zelf in de kleur 02 Light. En die is echt perfect momenteel voor mijn huidskleur. Dus ik ben heel erg blij met deze concealer. En deze Gotcha Covered Concealer, die kost 7,30 euro. En het is echt een aanrader. Mocht je nou toch een andere huidskleur hebben dan ik en niet per se 02 nodig hebben, kijk even op Douglas zelf of laat je even adviseren in de NYX store. Ik ben al in Amsterdam geweest, maar je hebt tegenwoordig ook eentje binnenkort in Rotterdam die open gaat. Dus hou gewoon even in de gaten via de Facebookpagina van NYX, waar je tegenwoordig allemaal advies kan krijgen van NYX. En dan kocht ik ook nog de Epic Ink Liner. Ik heb zelf de tattoo liner van Kat Von D. Die zal ik ook even erbij pakken. De welbekende tattoo liner, die heb ik nu een half jaar zoiets. Hij is nog steeds niet op. Dat is echt heel fijn. En het kwastje is een beetje hetzelfde als die van de Epic Ink liner. Nou, moest ik sowieso gewoon een nieuwe eyeliner als backup voor als die leeg is. Maar het leek me ook wel leuk om deze te gaan vergelijken. Omdat de tattoo liner heel erg bekend is en heel erg gehyped is. En dit kwastje lijkt er best wel op. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze bij elkaar in de buurt komen. En het was ook gewoon als backup bedoeld. Dus die ga ik vergelijken met elkaar. En deze Epic Ink liner die kost 10,50 euro. En volgens mij is de tattoo liner iets van 18 of 20 euro. Dus het scheelt nogal qua prijs. Heel erg benieuwd. Voor de rest heb ik dus niet zo heel veel gekocht bij NYX. Ik heb echt al heel veel NYX producten. Dus ik had zoiets van, voor nu vind ik het wel even prima. Maar dit zijn dus de twee aankoopjes van NYX. Dan heb ik nog een product gekocht. Momenteel echt super populair is bij Kruidvat. Dat is namelijk het wimpershield. Ik ben even de bon kwijt. Ik zal even de prijs hieronder neerzetten. Deze heb ik laatst met mijn vriendinnetje en Omi gekocht toen we in het Rotterdam Alexandrium waren om te winkelen. Maar er was er nog maar één. Dus uiteindelijk heb ik hem aan haar gegeven. Joh, neem jij maar. Ik heb mijn wimpers er lang zat. Maar ik was zo excited over. Ik zag laatst een Snapchat van haar en ik had echt zoiets van, wow, die wimpers. Nou, het enige wat ze gebruikt heeft is dit en gewone mascara. Dus ik had zoiets van, dan vind ik het toch wel echt de moeite waard om te gaan proberen. Het ziet er heel cheapy uit. Het is gewoon een tubetje en er zit een kwastje aan. En die gebruik je over je bovenste wimperlijn heen. Dus ik denk dat ik hier een blogpost van ga maken, een artikel van ga schrijven met foto's om jullie echt te laten zien
of dat dit echt zo'n topper is of dat het gewoon bullshit is. Want ik heb echt al heel veel mensen gezien die goed resultaat hiermee krijgen. En wie willen nou geen lange wimpers? Dus ik dacht, let's get over it. Ik ga het gewoon proberen. Dan ben ik ook nog geweest bij Lush. En ik ga niet heel vaak naar Lush, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar als ik naar Lush ga, dan koop ik 9 van 10 keer producten die ik echt heel erg fijn vind. En er is één product wat ik echt al een heel lange tijd gebruik van Lush. En dat ik vaak in kleine potjes heb gehad bij setjes of dingetjes of cadeau gekregen heb. En nu had ik zoiets, weet je, ik gebruik hem nu ook, ga hem ook samen met mijn moeder nu gebruiken. We kopen gewoon een grote vriend van deze, want hij is echt zo fijn. Ik heb het namelijk over de Wrap 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 Shower Scrub. Heerlijk die rijmende woorden. Wij hebben de kunst van het scrubben helemaal onder de knie. Fijn zeezout en geurende bloesem scrubben alle dode huidcellen weg. Het staat als tip, breng 5 lege schone potten terug en ontvang een gratis vers gezichtsmasker. Nou, 5 schone potten, dat gaat nog even duren, maar altijd handig. En dan staat er nog op, rub, 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 kom je bij mijn scrubclub, bij dode huidcellen, hij zacht velletje. Superleuk altijd die tekst, ik had er erg om lachen. Gebruiksaanwijzing. Neem een lik uit de pot, masseer goed in op je natte huid en spoel af. Wil je het echt stevig aanpakken, masseer dan op een droge huid en spoel daarna af. Nou, dit is dus een zeezoutscrub. Ik ga hem wel eventjes aan je laten zien. Het is echt een hele volle pot. Hij is blauw en ruikt echt goddelijk. Oh, als je van zout en water en zee en oceaan dingetjes houdt, dan ga je dit echt heerlijk vinden. Het is een pot van 665 gram. Is echt heel erg groot. En de prijs viel ons best wel mee. Het is zeg maar een uitgave op zich. Omdat, maar kijk hoe groot deze pot is. Dit is mijn hoofd. Het is gewoon de helft van mijn hoofd. Meer zelfs trouwens. Ik denk dat het nog maar kort overblijft. Maar goed. En deze kost 23 euro. Dus dat doe je echt wel heel erg lang mee. Dit vind ik gewoon echt een hele fijne scrub. Om naar het scheren te gebruiken. Maar ook gewoon om een hele mooie gladde huid te krijgen. Zeker voor de zomer. En dit is gewoon echt een hele fijne scrub. Dus ja. Deze heb ik wel gekocht. En daarnaast, dit is misschien een heel klein beetje TMI. Maar ik denk dat als we scheren dat we allemaal wel een heel gevoelig huidje hebben. En ik ben nog steeds niet helemaal van mening dat het heel erg goed is voor je huid om zoveel te scheren. Maar ja, zeker in de zomer wil je dat gewoon doen. Je wil gewoon geen haar en gewoon nergens. Maar ik heb wel eens een beetje bultjes na het scheren. En gewoon overal benen, oksels, je kent het wel. Maar het is gewoon niet prettig. En zeker als het van die warme dagen zijn, het is gewoon niet fijn. En ik denk dat dit echt niet iets is wat ik de enige in ben. Weet wel zeker. Dus vandaar dat ik eigenlijk benieuwd was naar een nieuw product om te gebruiken voor het scheren. Ik gebruik meestal gewoon scheergel van Venus of zo met olaasachtig olietje erin. Beetje zacht voor de huid. Maar het werkt allemaal niet na behoren. Ik heb olie gebruikt. Dus maar even dat ik effect zie. Dus ik had zoiets van, nou, ik heb een tijdje geleden bij Vera Camilla, ik denk dat het misschien alweer 3 jaar geleden of zo, wel eens een product gezien dat zij kocht. Dat is namelijk de Ambrosia scheercreme. Omdat zij ook daar dus last van had. Zover ik weet gebruikt ze deze nog steeds. En dat zal wel een reden hebben. Dit is namelijk de Ambrosia scheercreme voor een hemelse scheerervaring. Kus scheeruitslag verwel met deze lichte crème vol honing, lijnzaad en havermelk. Zelfs de meest gevoelige kin wordt hier gelukkig van. En kin in dat je kan het overal voor gebruiken. Maar dit is als grapje bedoeld. En hoe gebruik je het? Breng een dun laag aan op het gebied dat een scheerbeurt kan gebruiken. Scheer af met een scherp scheermes. En dat kan je dus gewoon overal gebruiken. Ambrosia voorkomt roodheid, irritatie en scheeruitslag. Het zorgt voor gladde, onweerstaanbare huid. Goed, wat heeft hij? Zonder water bij je. En je kan dus ook zonder water gebruiken. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dat deze gaat bevallen. Het is een heel apart kleurtje, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is niet wit, het is niet geel en het is niet groen. Het is echt een beetje zo'n vies mengelmoes kleurtje. En het staat dus dat er ook havermelk en lijnzaad in zit. En zo'n kleur heeft het ook wel een beetje. Dus het zal wel waarschijnlijk daarvan komen. Hij heeft niet echt een hele overheersende geur. Het ruikt eigenlijk gewoon een beetje naar, ja, sojamelk. Het is niet echt een hele speciale geur. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd of dat dit voor de prijs die het kost. Want deze kost namelijk €17,95. En dat is de duurste scheercreme gel spul wat ik ooit gekocht heb. Dus ik ben heel erg benieuwd of die gaat bevallen. Maar hier gaan jullie binnenkort eens meer over horen. Ik wil hier niet per se denk ik een review over maken. Tenzij jullie dit heel erg graag willen zien. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd of het werkt. En of er voor die prijs echt veel verschil in effect in zit. Voordat we overgaan naar de Primark. Dan ben ik nog bij de Issy Paris geweest. En degene die werkt bij Issy Paris, Urban Decay Counter, die ken ik. Die helpt ons eigenlijk altijd.
Want zoals jullie allemaal vast wel weten, ben ik heel erg Urban Decay fan. Maar vooral de All-Nighter Spray. Deze heeft laatst dus een hele makeover gehad qua verpakking. En ik vind deze nog steeds heel erg fijn. Alleen merk ik, ik heb best wel een vette huid, vooral in de zomer. Ik transpireer snel op mijn T-zone. En dat gaat glimmen. En ik vind het niet erg om tussendoor een beetje bij te poederen. Maar als ik het een beetje zou kunnen downgraden naar iets minder, zou ik dat niet erg vinden. Vooral op mijn werk vind ik het echt verschrikkelijk. Ik ben natuurlijk met heel veel dingen tegelijk bezig. En that's really me. En dan vind ik het gewoon niet fijn als het allemaal zetig is en bleh. Dus ik had zoiets van, misschien moet ik een keer de Oil Control Make-up Setting Spray gebruiken. Deze is namelijk Oil Free. Dit is de D-Slick. Volgens mij ziet die qua verpakking er hetzelfde uit. Alleen staat er een andere tekst op. Hier staat dus All Nighter en hier staat die Slick. Voor de rest is het een beetje hetzelfde. Ik wil deze ook denk ik nog gaan vergelijken in een een artikel. Dat het het fijnst is gewoon om uit te schrijven of ik hier veel verschil in heb gemerkt. En of deze echt oil free is of dat het maar gewoon ja, net een andere variant is. Deze is nog niet leeg. Maar wel bijna. Dus ik vind het nog steeds een heel fijn product. En ik hou heel erg van setting spray. Maar ja, misschien dat dit toch net even iets beter voor mijn huid werkt. En zeker in de zomer. En de D-Slick setting spray is €27,50. Dit is niet heel goedkoop, I know. Maar tot nu toe zijn de setting sprays van Urban Decay me echt heel goed bevallen. Dus ik heb het ervoor over. En daar kreeg ik ook nog de primer van de D-Slick bij als sample. Dus ik ben ook heel benieuwd. Is het zo'n primer, die is net nieuw. En die hoort dus eigenlijk een beetje bij deze setting spray. Dus ik ben heel erg benieuwd. Die ga ik ook proberen. En voor de rest zat er nog een proefje in van een luchtje. En dat was het. Dus dat was de Easy Paris. Dan heb ik hier als laatst mijn primer tas. En deze zit niet heel vol, maar het is wel een vrij grote tas. Maar zoals jullie weten, ik draag niet heel veel hakken. Ik bedoel, ik ben 1,90 meter. Ik heb het niet echt nodig. Maar toevallig was ik laatst, dat hebben jullie in de video kunnen zien, bij de finale van de Miss Beauty of the Netherlands van Noord-Brabant. En ja, dan heb ik wel een jurkje aan. Dan heb ik ook gewoon hakken aan. En dan vind ik het fijn om goede stevige panties te hebben. En ik denk dat jullie het allemaal wel weten. Panties die stevig zijn, geen ladders, geen gezeik met je tenen, die zijn echt verschrikkelijk om te vinden. Dus ik had laatst toevallig bij het Alexandrium, toen ik met Naomi aan het winkelen was, een panty gekocht. En dat was de Luxury Oil Look Open Toe Tights. Ze zijn 7 deniers, dus ze zijn heel dun. Maar ze zijn best wel heel erg stevig. Want die heb ik dus afgelopen weekend aangehad bij de Miss Beauty of the Netherlands finale. En ik moet zeggen, het zit niet heel lekker bij je tenen. Na een aantal uur deed het best wel een beetje knellen. Want het zit als een soort van teenslippers om je tenen heen. Maar het werkt gewoon wel heel goed. En ik heb in één keer veel bruinere benen. Want het is echt een beetje een oil look. En ik kreeg ook van iedereen de vraag van, wauw, wat zijn jouw benen glad? Welke zelfbruiner heb jij op? Ik denk, niks. Ik heb een panty aan. En dat was deze. En je gelooft het niet, hij is €2,50. €2,50, ze zijn echt super cheap. Het nadeel is dat ze wel in een huidskleur zijn. En ja, ik hoor heel vaak van, oh, dat kan echt niet. Huidskleurfout panty. Maar ik heb nog nooit zoveel complimenten gehad over mijn benen. Dus jee voor Primark. Het is dus nogmaals de Luxury Oil Look Open Toe Tights. Je hebt ze ook zonder open toe, maar je hebt ja, ik vind het gewoon heel fijn werken, dus deze. En ik heb ze zelf een XL, want ik ben natuurlijk vrij lang, dus dat is voor mij het prettigst. Dan kocht ik nog een paar panties en dat is van die fishnets. Ik heb er al één, maar die zijn heel groot, die gaten. En ik wilde nu nog eigenlijk zeg maar, van die dunnetjes. En op het moment dat ik deze bijvoorbeeld niet zou passen, kan ik ze ook gewoon voor make-up looks gebruiken. Dus ik maak daar nooit zo'n heel erg een issue van. Dit zijn dus twee paar fashion tights voor €4. En deze zijn ja gewoon wat van die kleinere gaatjes. Maar dit is gewoon nu helemaal trendy en ik vind het leuk onder een shorty. Dus ik dacht, nou, €4, twee paar, prima. Dan heb ik als laatste nog vier bovenstukjes. Broeken is bij mij niet zo heel erg fijn bij de Primark. Het zit gewoon nooit zo heel erg mooi en het is vaak te kort. Maar bovenkleding vind ik wel altijd leuk bij de Primark. En oké, nu ga ik weer horen van ja, maar het is wel goedkoop omdat het slechte kwaliteit is. Ik heb daar niet altijd heel veel van gemerkt. Ik ben niet dat ik alles leuk vind bij Primark, zeker niet. Want Amsterdam is best wel groot op de Damrak. Maar dit vond ik gewoon leuke dingetjes. En ja, ik ben er blij mee. Dus laten we een beetje onze meningen buiten bekijks houden. Ik heb een trui gekocht. En zou je wel denken, het is zomer. Waarom koop je een trui? Nou, ik vond deze echt heel erg leuk. Sowieso ben ik dol op mintkleuren. Wacht even, ik pak heel even dat je hem goed kan zien. Ik doe er nog een aanshot bij uiteraard, maar dan kan je wel een beetje zien wat het idee is. Dit is de kleur, hij is echt minty. En dan heeft hij zeg maar hier een kraagje.
En dit zijn dus cold shoulders. Dus het is ook niet een hele warme trui. Maar ik vond de kleur vooral echt... Oh, love deze kleur. En ik hou van open shoulders. Dus ik dacht, ja, tof. En ik heb wel een beetje een grotere maat gekozen. Ik vind het wel leuk als hij een beetje baggy is. Het is 42,44. En hij is 13 euro. En ik vond deze echt wel leuk. Dus ik had zoiets van, weet je... Dat is altijd heel stom namelijk. Dit soort dingen die ik dus leuk vind in de winter of in de herfst dragen... Die kom ik alleen maar in de zomer tegen. Maar goed, ik vond hem leuk. Ik dacht, ik wil hem gewoon hebben en 13 euro. Ik vond hem super leuk. Dan ben ik dus toen ik laatst naar de Primark ging een jurkje tegengekomen. Dat is hetzelfde jurkje als wat ik hier vast heb. Maar dan in een beetje een framboos... Ja, framboosrood-roze kleur. Ik denk dat je hem nog wel gaat zien als ik nog wat ga vloggen op vakantie. Het is echt een heel leuk jurkje. Het is een wat dikkere stof. Volgens mij is het gewoon katoen. Ik zal gelijk eens even kijken. Waar zit het etiket? Ah, hier ben je. Ja, 95% katoen. Dat wil dus niet zeggen dat het een heel erg luchtig jurkje is. In die zin dat het niet snel warm is. Maar ik vind dit echt leuk. En ook misschien straks voor in de herfst of zo met een jasje eroverheen. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk. En dit is in een lavendelkleur. Ik vind het gewoon een hele mooie kleur als je mooi bruin bent. En ik vind het bij bruine ogen altijd erg leuk. En ik hou echt van dit soort jurkjes. Hij is dus een korte mouw en hij is lekker lang. Voor mij is dat ik me kan herinneren dat hij iets over mijn knieën viel. En ik zag deze kleur laatst niet bij die framboos rood-roze kleur. En toen kwam ik deze tegen en dacht ik, oh super tof, die wil ik echt hebben. Dus deze. En deze was 8 euro. Echt super cheap. En het is echt zo'n basic jurkje waar je alles overheen kan doen. Er kan geen shoplog in zitten zonder een zwart shirt. Nou, ik kwam eigenlijk dit shirt tegen. En ja, nu zie je gewoon heel veel chokers en shirts met chokers. En ik heb ook één shirt met zo'n choker. Ik vind het echt heel leuk. En ik vind het leuker in een shirt dan in een ketting. Want ik heb een beetje een wat bredere kaaklijn. Dus bij mij staat het niet zo erg goed. Maar ik vind het in shirts wel heel erg leuk. En toen kwam ik deze tegen. En ik heb hem al aangehad in een andere video die ik net heb opgenomen. Dus ik ga deze binnenkort nog zien. En hier zit dus een soort, ja, ook een soort choker. Maar dan loopt hij dus zo en er zit een ring in het midden. En ik vind deze echt heel leuk. En ik had ook echt niet gedacht dat ik zoiets bij de Primark tegen zou komen. Maar ik zag hem en ik vond hem eigenlijk gelijk leuk. Hij loopt een beetje in een soort aanlijn naar beneden toe. En is daardoor dus een beetje getailleerd. Ik vind hem echt heel erg leuk. En toen had ik zoiets van, als ik dingen leuk vind, dan koop ik ze meestal in twee kleuren. Dus vandaar dat ik hem ook in het grijs kocht. En ik hou niet heel erg van echt dat hele donkergrijs. Dat vind ik me niet zo heel erg goed staan. Maar dat lichte grijs, dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Het is net even een beetje frisser dan zwart. Maar wit is niet zo mijn kleur. Dus ik vond deze ook wel leuk. Hetzelfde verhaal. Ook weer zo'n choker in het midden, maar dan in het licht grijs. En je zal je echt serieus verbazen. Deze was een tientje. Echt super cheap en echt leuk. Ik heb hem toen straks al aangehad en... Dit is ook gewoon mooie kwaliteit. Het is hier en daar wel even een draadje losknippen. Maar als dat het enige is, dan vind ik het voor een tientje echt leuk. En dit lijkt me ideaal om mee te gaan werken. Maar ook gewoon om ja, normaal aan te hebben. Dan was dit eigenlijk mijn shoplog van Amsterdam. Nog één bonus point. Ik heb hier nog een ja, pakketje heb ik al uitgepakt. Maar ik heb hier nog een product. Die ga ik binnenkort ook in de video behandelen. Maar ik ga het nu alvast aan jullie laten zien. Dit is namelijk het Anastasia Beverly Hills Lip Palette Volume 1. En dat wil dus zeggen, dit is het bekende lippalet. Je hoort het goed. Deze is momenteel te koop in Nederland bij greatbeautybar.nl. En ja, is het nog helemaal in de folie en alles. Maar ik wilde dit gewoon echt even laten zien. Dit is hij. En dit zijn alle beautiful colors. En ik moet hier echt snel een video mee opnemen, want ik kan hier gewoon niet van afblijven. Maar ik vind het echt een heel leuk palet. En ik vind het heel leuk dat Great Beauty Bar ervoor zorgt dat wij dit nu hier kunnen kopen. Ik heb er nog een kortingscode voor gebruikt en volgens mij heb ik er iets van 50 euro voor betaald, zoiets. 45, 50 euro. Is niet heel cheap, maar voor een Anastasia palette met zoveel lipkleuren, ik ben heel benieuwd. Ik heb voor de rest geen liquid lipsticks van Anastasia. Wilde ik nog wel heel graag een keer doen, maar nee, verder nog niet. Dus ik ben gelijk weer benieuwd naar hoe deze gaan uitpakken. Dus dat was even een extra sneak peek voor de volgende video. Want dat is waarschijnlijk de video die hierna gaat komen. Dit was in ieder geval alles wat ik geshopt heb in Amsterdam. Het is niet heel veel, maar ik ben in ieder geval heel erg blij mee. Ik ben ook heel erg benieuwd naar mijn Lush scheercreme. En ik ga echt heerlijk douchen en scrubben deze zomer met mijn Rub 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 Shower Scrub. Oh, ik vind die naam echt zo leuk. En die pot is echt zo gigantisch, maar zo cheap als je erover nadenkt. Het is echt bizar.
Dus dit was het. En ja, nu ben ik eigenlijk wel een beetje klaar met filmen. Nee hoor, valt mee. Ik vind het nog steeds leuk. Maar dit was de video. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Dat ik weer een beetje inspiratie heb kunnen geven voor shoppen wat jullie binnenkort gaan doen. Laat me vooral weten als jij het kruidvat wimperserum ook al gebruikt hebt, hoe die jou is bevallen. Want ik ga deze dus binnenkort uitgebreid testen op mijn blog. En dan wil ik je dus laatst nog even vragen om een duimpje omhoog te doen als je dit een leuke video vond. En natuurlijk op Shark Academy te abonneren als je nog meer shoplogs, unboxings en al deze girly stuff wil zien. Dan moet je zeker abonneren, want dat komt er nog veel meer aan. En dat zal waarschijnlijk nog wel een aantal jaar doorgaan. Dus als je dat allemaal niet wil missen, moet je gewoon die abonneerknop rammen. En gewoon lekker abonneren. En dan kom je ook bij de Shark Academy familie. Dus wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei!